In de snel groeiende ICT-markt schieten datacenters als paddenstoelen uit de grond. Deze datacenters worden gekoeld door energieverslindende systemen. Alleen al in de regio Amsterdam gaat 10% van het stroomgebruik naar deze datacenters. Datacenter Infra Solutions heeft daarop een duurzame oplossing gevonden die stroomverbruik met wel 80% terugbrengt. Nou, ik ben Jo van der Pas, 59 jaar en vader van 4 kinderen en opa van bijna het 4e kleinkind. Wij staan hier omdat ik het grote contrast eens even wil laten zien tussen de nieuwe manier van koelen en van datacenters en wat we nu tot heden doen. Het is onverantwoord. Nou, die waterput is een typisch voorbeeld van vroeger hadden ze geen stroom en geen waterleiding. En je kon er toch ook gewoon mee leven. En nu zijn we helemaal doorgeslagen in de techniek. We focussen op de techniek in plaats van dat we focussen op van wat zinvol en hoe kan het anders en beter. Als we nu ophalen, dan zien we hoe makkelijk dat emmer water van zeker 15 kilo opgepakt kan worden en zo neergezet kan worden. Als je nu naar die datacenters kijkt en op die daken en je ziet die grote koeltorens waar heel veel water aan omgaat en heel veel chemicaliën. Nou, en als je dan binnen in de datacenter gaat kijken, daar wordt nog veel te veel lucht verpompt, zonder van de energie. En die afgesloten koude straten, waar nu de nieuwste stand der techniek is, heeft nog steeds het nadeel dat ze veel te grote temperatuurverschillen onderling kennen, in die gang. Dat hebben we proberen op te lossen met ons concept. Koude lucht valt neer en warme lucht stijgt op. Dat doet de natuur zelf en kost dus geen extra energie. Vanaf de bovenzijde wordt de goed gemengde koellucht met een langzame luchtstroomsnelheid in de koude straat gebracht. De eerste gepatenteerde vinding gaat over het toedienen van koellucht aan de apparatuur en het daarbij laten verdwijnen van warmte uit het datacenter. De andere twee patenten hebben betrekking op het energiezuinig conditioneren van de koellucht en het verplaatsen van deze koellucht. Dat is het principe waaruit deze slimme klimaatunit is ontstaan. We staan hier bij onze nieuwe compacte luchtconditioneringsunit en die zorgt ervoor dat we binnen het datacenter die lucht toedienen aan het actief koeldak. De actief koeldak zorgt voor de luchtverdeling binnen de koude straat, maar hier zorgen we voor de luchttoediening aan het actief koeldak. We zitten hier in de bufferruimte en in die bufferruimte komt de warme recirculatie lucht uit het datacenter terug. En daarnaast hebben we in de buitengevel hebben we een klep zitten die zorgt ervoor dat de koude lucht bijgemengd wordt die nodig is om de datacenter op de juiste temperatuur te kunnen houden. We staan hier aan de andere zijde van het luchtfilter en we zien door de polycarbonaatplaat, de doorzichtige wand, dat de lucht binnenkomt. Dan gaat die door de ventilatoren, die parallel ventilatoren, gaat die door het onderste kanaal en dat is het bypasskanaal. Daarmee heeft hij een heel lage weerstand, luchtweerstand, en daardoor gebruiken die ventilatoren het hele jaar door zo weinig stroom. Ik zeg het hele jaar door, maar dan bedoel ik zo ongeveer 95% van de tijd van het jaar. Want in die overige 5% van de tijd is het buiten te warm en moeten we aanvullend koelen. We hebben geen compressiekoelmachines meer nodig en we hebben geen chemicaliën meer nodig en geen schadelijke koude middelen. Ondanks dat het zo simpel lijkt, het is een ventilator die in principe het werk doet en dat is al wat erin zit aan vermogen, is er natuurlijk wel van belang dat er een slimme regelaar achter zit die alles goed in de gaten houdt. Nou, daar kunnen wij door middel van ons regelsysteem en dat regelsysteem, daarin kunnen wij allerlei zaken instellen zoals druk, temperatuur en dat soort zaken. Verder kunnen wij op afstand monitoren wat er gebeurt op elk moment in de installatie en zelfs op een iPhone. Het is dus proven technology nadat het al een jaar succesvol heeft gedraaid bij SmartDC in Rotterdam. Het Brabantse eQuest datacenter wordt begin 2012 opgeleverd en meerdere partijen staan op het punt om voor datacenterkoeling te gaan. Ook uw toekomstige klanten gaan eisen dat datacenters echt duurzaam worden. Als er voor onze kinderen en onze kleinkinderen ook nog een leefbare toekomst moet zijn, dan zullen we daar toch met z'n allen iets aan moeten gaan doen. Het is toch te gek als je zelfs meer dan 80% stroom kunt besparen en daar nog geen gebruik van maakt en door blijft gaan met die energieverspillende koelcompressoren. Wij kunnen met onze partners zorgen voor een juiste oplossing en dat ook uw kinderen een betere toekomst zullen hebben.